Ik ben Bertien van Oppen. En eigenlijk maak ik al van kinds af aan muziek. Dus ben ik begonnen in een kerkkoortje, een kinderkoortje te zingen. En met 18 jaar ben ik begonnen met liedjes te schrijven. Maar mijn voorliefde is inderdaad naar Keltische en Ierse muziek, altijd al geweest. En eigenlijk het gekke is dat het vanzelf eruit komt, daar hoef ik geen moeite voor te doen. Hoe komt u bij Keltische muziek uit? Ik schreef eigen muziek en dan kwam ik op zangles. En er zijn zanglerares van, je moet ook eens een keer een cover spelen. En toen kwam zij met dat Ierse en Keltische repertoire aan, wat zij dat bij me vond passen, omdat ik al in die stijl muziek maakte. En toen dacht ik, hey, dat is een leuke combi, dat is wat herkenbaar is van de mensen. En dan mijn eigen werk, dan kan ik dat mooi combineren. En ik kan daar ook mijn hart en ziel in kwijt, in die Ierse muziek. Nu staan we vandaag in het Salviuskerkje. Hoe vinden jullie die ervaring om daar gespeeld te hebben? Heel mooi, echt een mooie locatie. En ja, ook heel, toch wel de mensen die enthousiast zijn. En vooral, ja, ik denk dat het natuurlijk dan ook wel echt de doelgroep is wat erop afkomt. En dat vind ik juist heel erg mooi. Het is toch een specifieke doelgroep die van deze muziek houdt. Ja, en vandaag waren ze hier in het kerkje. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Wat zou ik toevoegen? Ja, dat mijn droom is om naar Ierland te gaan. Dat ik dat dit jaar waarschijnlijk ook waar ga maken. Omdat ik een eigen nummer heb opgestuurd aan het Sing & Songwriters Contest in Ierland. En dat ik op de lijst ben geplaatst. Dat ik het liedje mag voorspelen aan de jury. Dus dat vind ik al een heel erg mooie ervaring. Ik denk, ja, dat past dan ook wel heel mooi om dat hier even te laten horen dan.